De Graafschap gaat vrijdagavond tegen NAC Breda op jacht naar de eerste thuisoverwinning van het seizoen. Na de nederlaag in eigen huis tegen Roda JC in de seizoensoverture, hoopt trainer Renier Robbermond het publiek op de Vijverberg nu wel te laten juichen. Uiteindelijk is de concurrent, hè? Dus een ploeg met veel budget en in die zin spelers gehaald met veel kwaliteit. Hè? Dat zie je ook in de wedstrijden die we van hun gezien hebben. Dus daarin wordt het gewoon een moeilijke wedstrijd, dat weten we van tevoren. Maar de sleutel ligt uiteindelijk bij onszelf in hoe wij onze eigen manier van spelen uitvoeren. Hebben jullie eigenlijk al enig idee wie nou de sterke ploegen zijn dit jaar? Nee, helemaal niet. Het is heel wisselvallig. Dus je ziet dat nu de topploegen ook punten laten liggen tegen de wat mindere ploegen. Dus het is lastig te zeggen. Maar heb je enigszins een idee, kan je inschatten hoe de Graafschap nu voor staat ook ten opzichte van de rest van de concurrenten, waaronder NAC? Nou, dat vind ik moeilijk. Ik kan alleen naar mijn eigen team kijken en de ontwikkeling die wij doormaken sinds het begin van de voorbereiding uiteraard. En daar ben ik vooral mee bezig. En wat zij wel aan het doen zijn en hoe zij zich ontwikkelen, dat zien we uiteindelijk als we tegen hen moeten spelen. Maar daar maak ik me verder niet zo druk om. Wat zijn jouw persoonlijke doelstellingen voor dit seizoen? Heb je een doelpuntenaantal waar je misschien op hoopt? Of heb je zoiets van, dat ga ik ook niet zeggen? Nee, ik heb geen precieze, maar ik wil wel rond de 15 goals wel, of meer zelfs, uitkomen, zeg maar. Maar het belangrijkste is om minuten te blijven maken en basisspeler te blijven. Dat is het allerbelangrijkste voor mij. Zie je nog reden om dingen aan te passen in je opstelling? Nee, maar er zitten jongens wel heel dicht bij elkaar. Hè. Van de week hebben we oefenwedstrijd gespeeld tegen Bochum. En die andere jongens hebben laten zien daar gewoon een heel hoog niveau te halen. En heel goed te begrijpen de manier hoe we willen spelen. En dat hebben ze gewoon hartstikke goed gedaan. Dus die jongens zullen uiteindelijk ook gewoon de kansen gaan krijgen en verdienen. En die krijgen ze iedere week. En hoeverre zijn er nog revanchegevoelens misschien richting Ralf Zoontjes? Of hoe kijken jullie daar nog als groep? Oh nee, daar zijn we helemaal niet mee bezig. We zijn bezig met NAC en Ralf Zoontjes zijn we niet mee bezig. Ook geen klein appje die kant op of deze kant op? Nee. Nee.